We zijn op het sportpark van VV Actief in Eelde, waar voor de eerste keer in samenwerking met FC Groningen een F1 toptoernooi wordt georganiseerd. 10 F1 teams van clubs verbonden aan het amateurconvenant van FC Groningen strijden om de felbegeerde titel. We vinden het gewoon belangrijk dat FC Groningen zich laat zien bij de amateurverenigingen. Die geluiden kwamen ook al vanuit het amateurconvenant. Van daaruit is dit een mooie pilot die we hebben opgestart om samen met amateurverenigingen dingen te gaan organiseren. En dit is een eerste voorbeeld daarvan. Zodat je ook wat dichter bij de amateurverenigingen staat? Ja, dat is uiteindelijk het doel. We krijgen nu al mooie geluiden. We komen in gesprek met trainers, met begeleiders, maar ook gewoon met spelers. Ja, dat is hartstikke leuk. De finale van het F1 toptoernooi gaat tussen de thuisclub Actief, spelend in het rood-wit, en SJO NEC uit Delfzijl. Die ploeg wist overtuigend de finale te halen en is dan ook de grote favoriet voor de eindstrijd. Hoe leuk is dat ook voor de jongens om dit soort toernooien te kunnen spelen? Ja, er zijn natuurlijk heel veel teams bij clubs en shirts waar ze normaal nooit tegen spelen. Dus dat is heel verfrissend. En dat zie je ook aan de motivatie en de beleving. Hier hebben ze al dagen naartoe geleefd. En dat hoorde je ook in het dorp. Dus nee, dat is gewoon fantastisch. Ja, is het bij jouw team ook zo dat ze er dagen naartoe leefden? Nou, deze jongens willen alle dagen voetballen. En of het nou bij Actief is of achter thuis op straat. Dit is nog echt een lichting die ook wel op straat voetbalt. En dat kan je ook zien. Dat zie je wel aan de balbehandeling terug. Ja, plezier straalt eraf. En we doen heel veel aan techniek. En positiespel, dat komt later wel. Het is nu ik in de bal en dat doen ze aardig goed. Dus, en als ze goed technisch zijn, dan kunnen ze ook overspelen. Dus ik ben heel trots op mijn team. Hier zien we de kleinste speler van NEC, die laat zien inderdaad al over een prima balbehandeling te beschikken. Hij passeert heel gemakkelijk, maar heeft ook al oog voor zijn medespelers. Het is aan de keeper van Actief te danken dat het 0-0 blijft en dat penalties de beslissing moeten gaan brengen. Beide teams zijn helemaal klaar voor die beslissende strafschoppen. Grote toptoernooi winnen! Niet zenuwachtig worden omdat de camera erbij is. Wij gaan gewoon winnen, jongens. We waren veel beter. Dan gaan we ze ook winnen. Ja? Jan, jij pakt ze allemaal, jongen. Kom op! Het is 4-4 als Actief aan de beurt is. Deze penalty wordt feilloos benut. En dus is het 5-4 voor Actief. En NEC zal nu moeten scoren om weer gelijk te komen. Maar de keeper van SJO NEC schiet op de paal tot grote vreugde van Actief F1. Dat winnaar is van het eerste FC Groningen F1 toptoernooi. Gefeliciteerd met de toernooioverwinning. Dankjewel. De beste die wint in voetbal niet altijd en dat was nu in de finale was dat ook het geval. Maar goed, de jongens bleven hard werken en de penalties, kan altijd alle kanten op. Ja. Maar ik vond ze er wel heel overtuigend in gaan. Ja, ik vind ook dat de jongens technisch gezien enorme progressie maken. Want het is een wat mindere lichting vergeleken bij de laatste jaren bij Actief, deze F1 groep. En het is alleen maar een stimulans. En dan win je het toernooi? Hoe is dat? Om met de hele ploeg het toernooi te winnen, dit F1 toptoernooi. Superleuk. Ja. Nou, laat eens horen, hoe blij zijn jullie?